zo duister. Ik zie niks. Ik hoor bliksem. Ik... Oh, mijn god. Nee. Frederik. Fred, blijf staan. Dit was mijn allerbeste nee. Fred, doe nou niet zo. Doe nou niet zo, Fred. Alsjeblieft, ik smeek het je. Fred. Alsjeblieft, Fred, kijk me aan. Doe het niet. Doe het niet. Nogmaals, bedankt voor de leuke tijd. En ik ben Fred en ik hou van groen. Nee, Fred! Nee! Fred! Doe nou niet! Daar gaan we in nee. Drie. Nee, 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 nee. Twee, stop, stop. Hoe kan ik dit stoppen? Nee, vier, Fred! Drie, doe alsjeblieft niet, stop! Nee! Fred! Nee! Jongens, Fred heeft zichzelf volgens mij juist opgeofferd en het is allemaal in één keer duister en grijzig. Het lijkt wel gelig zelfs, de situatie. Oh mijn god, Fred! Jongens, ik moet je denk ik echt weg. Ik moet je denk ik echt weg. Alles aan het trillen en aan het shaken en weet ik voor wat. Oh mijn god, maar ik zie niks. Oh mijn god, het doet ook gewoon pijn allemaal. Is dat nou... Oh mijn god, dat is een duister leger iemand. Nee, daar kom ik toch nooit langs. Oh mijn days. Oh, slaven. Ik moet hier weg, ik moet hier weg, ik moet hier weg. Oh! Oh, maar deze! Hij heeft zijn zwaardje gedropt! Oké, jongens, ik heb een beetje bescherming. Ik heb een beetje bescherming. Wat? Oh, mijn god, wat ben ik blij dat. Niet blij dat dit allemaal kapot is hier. Oh, ik moet oppassen voor het virus. Maar wat ben ik blij dat ik even een zwaardje heb. Dan voel ik me even goed. En dat ik hem de lava in kan gooien. Maar dan moet ik oppassen voordat ik zelf de lava in val. Oh, ik moet sneller. Ik moet sneller weg hier. Alles stort in. Alles stort. Oh, nee, nee. Niet nog één. Hé! Hey, oh! Oh, mijn god. Oh mijn god. Ah! Oh mijn god, dat doet zoveel pijn! Als hij niet in het echt natuurlijk, maar als ik kijk mijn hartjes. Ik genees dan wel snel, maar. Oh mijn god, er gingen 4, 5 hartjes van één klap vanaf. Ik moet hier weg. Oh my days, wat is hier gebeurd? Ik zie helemaal niks. Wat is het duister hier? Paarse lucht. Dat is mijn kasteel. Oh my days, ik moet hier weg, jongens. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Er waren soldaten van duister leger hier binnen. Ik heb er gewoon 2 vermoord. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik kan hier niet weg. Ik kan hier niet weg. Ik zie te weinig. Ik zie te weinig. Oh, kan ik die golden apple eten? Gaat dat enigszins helpen? Oh mijn god, dat hielp. Het hielp gewoon. Jongens, ze staan ook overal bewaakt. Het is alleen maar erg. En het virus is nog steeds zo erg. En die bliksem. Ik moet naar het kasteel. Mijn doel is, jongens, ik moet nu naar het hart toe. Het is geactiveerd, het antigif van Bob. Maar ik denk dat Frederik ook nog wat gedaan heeft. Waardoor het virus alleen nog maar sterker is. Als ik nu het hart aanval, ik denk dat dan het tegengif van Bob helemaal tekeer gegaan. En dat dit dan allemaal weg is. 100%. Oh mijn god, maar ik moet oppassen voor die bliksem. Ik moet... Oh nee, ga weg. Ga weg. Oh, ik moet oppassen voor dat virus. Nee. Waarom zijn jullie met zoveel? Nee. Oh, oh. Jullie zijn met zoveel. Ah. Oké. Oh, het is gewoon echt vechten, jongens. Dit is de eerste keer dat ik tegen dat duister leger aan het vechten ben. Normaal is het vluchten en weet ik wat allemaal. Maar ik heb ook helemaal geen armor aan. Ik heb niks. Er is helemaal niks wat ik kan doen. Oh, die bliksem. Ik moet oppassen. Oké, wat ik net zei. Ik moet nu naar het hart gaan van het virus. En ik moet proberen dat te vernietigen. Ik durf te weten als ik dat heb gedaan. Dat het, ja, het virus van Frederik gewoon ten einde is. Dat het tegengif van Bob kan overwinnen. Maar ik moet oppassen voor die gasten. Ik moet oppassen voor al die soldaten. En voor dat virus vooral. Ik wil dat niet aanraken. Stomme noodblok, die droppen we even. Daar heb ik niks aan. Oké, jongens, ik moet nu de vaart erin houden. Ik moet nu de vaart erin houden. Als ik niet sneller ga dan dit. Oh, hey joh. Oh, oh, oh mijn god. Volgens mij raakte ik het virus aan. Is hij dood? Hij is dood. Nee. Ik raakte volgens mij het virus aan. Ik weet het niet, jongens. Ik weet... Oh mijn god. Nee. Alles... Nee. Nee, alles begint te draaien. Volgens mij heb ik het echt aangeraakt. Oh, het wordt ook groen omheen. Oh, jongens, ik heb een groot probleem. Ik heb zo... Er stond hier iemand om de hoek. Er stond hier iemand om de hoek en hij heeft me in het virus geslagen. Volgens mij ben ik besmet. Hoe zie ik eruit? Ja, ik zie er nog op zich... Ik zie er nog gewoon normaal uit voor mijn normaal doen. Maar nee. Ik kan ook niet meer lopen. Ik kan niet meer lopen. Dit is letterlijk het snelste waarop ik kan lopen. Ik ben besmet. Ik ben zojuist echt besmet door het virus volgens mij. Oh, dan boeit het me allemaal echt niet meer. Dan gaan we het ook gewoon aanraken ook. Ik ben toch besmet. Ik heb wel een beetje een probleem met dit. Oh, de dizziness is wel heel vervelend. Maar dan gaan we ook, kunnen we wel meer vaart maken. Huh? Huh? Ik begin ook te vliegen. Er gebeurt van alles met me. Help! Ik wil niet. Oh, thank god. Oh, ik begon gewoon te vliegen. Ga weg. Iemand, help. Huh? Help. Justin. Help. Ben je? Hier ben je. Justin, ik hoor je. Het virus maakt me toch niet meer uit. Justin, ben je hier? Ik heb hem niet hey, klaar. Hé, hey joh. Laat hem met rust. Oh. Oh. Oh mijn god, Justin. Wat ben ik blij om jou te zien. Ik jou ook. Oh.
Wat gebeurt er allemaal? Ik dacht dat ik het tegengif is geactiveerd door Fred. Alles is ineens paars en blijf uit de buurt. Ik ben besmet. Besmet? Ja, het virus. Ik heb er overheen gelopen. En ik begin te vliegen en te misselijk te worden en weet ik wat allemaal. Dus blijf alsjeblieft uit mijn buurt. Maar... Oh, mijn god, Justin, heb je het al gezien buiten? Het is een beetje half... Pas op, hoor. Pas op, want mijn god, jij komt je deur waarschijnlijk niet eens meer uit, joh. Maar... Justin, het is even... De laatste keer dat ik jou gezien heb, was letterlijk bij... Toen ik de geheime kelder ging van Frederik, weet je nog? Ja, ik moest gaan schreeuwen als hij er was, maar... Ja, en ineens was Frederik daar. Waar was jouw waarschuwing? Waar was jouw... Oké, daar ga ik weer. Ik vloog weer. Helemaal of zo. Waar was jij? Jij zou de bewaking doen. Kom even binnen trouwens, want en ik blijf hier. Dan kan je langs me lopen, ga maar. Zo, ja. Ik durf de deur dicht, ik moet oppassen. Ik kon niet schreeuwen, want hij was met het hele leger in één keer bij me. Als ik iets ging schreeuwen, dan was ik helemaal de lul. Ja, oké, jij kon natuurlijk ook verder niks doen, maar het was echt erg. Het ding nu is, het tegengif van Bob is geactiveerd. Oké. Ik heb het hart gevonden van het virus. Alleen ik denk dat het hart nog leeft. Dat het tegengif van... Het is een beetje nu 50-50, weet je. Het tegengif van Bob is net zo sterk als het gif van... Of het virus van... Vrede. Oké, ja. Maar ik ben nu onderweg daarheen. Ik ben even toch besmet, dus ik moet eigenlijk best wel opschieten voordat het te laat is. Nee, er gebeuren zoveel rare dingen door dit stomme virus. Maar het ding, ik kom alleen maar van die lege mensen. Ik ben niet sterk genoeg, Justin. Maar ik word jij net, zoals Frank? Mogelijk wel. Als ik nu niet opschiet, word ik net zoals Frank. Net zoals, blijf je, wacht, ik heb wat Bob voor je. Wacht. Ja. Hij heeft wat voor me. Oh jongens, dit is echt niet goed. Wat ben ik blij om Justin te zien. Dat je gewoon levert. Ik dacht dat iedereen dood zou zijn. Oh, dan kunnen we gelijk vragen aan ze zo waar Rick is, waar Anne, Noah, Floren. Nee, waar die allemaal gebleven zijn, want die heb ik ook niet gezien. En? Ja. Er gebeurt van alles telkens. Oh, dan ga ik weer. Ik haat het virus echt. Ik wist niet wat er zou gebeuren als ik besmet zou zijn. Wat heb je voor me? Ik vind jou heel eng. Ik heb hier een prachtig setje. Doe het aan. Ben je iets beveiligd? Oh, mijn God, ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar hou vol. Dit is precies wat ik nodig had. Echt waar. Oh, wat ben ik hier blij mee. Maar waar is iedereen? Waar is Rick? Waar is... Ik heb geen flauw idee. Ik kan hier niet uit. Oh mijn god, wacht. Ja, Rick heeft toch ooit een bunker gemaakt? Waarom zit jij niet in die bunker? Ik durf te wedden dat Rick, Anne, Noah, René, Floor, weet ik voor wie allemaal in die geheime bunker zitten. Omdat het helemaal de chaos los is gebroken. Ga jij het alsjeblieft ook kennen. Het is echt niet veilig. Het is echt niet veilig. Kan ik hier naar beneden springen? Nou ja, als je naar beneden gaat, heb je meer tijd. Ja, dat is beter dan als je hier naar binnen gaat. Komt goed, dankjewel Justin. Doei. Oh mijn god, jongens. Ik blijf dan ook uit die buurt van de dieren voordat ik die dood maak. Ja, ik kan het virus nu gewoon aanraken. Dat maakt allemaal niet meer uit. Daar gaat Justin. Justin, hij weet dat het de andere kant op is, maar dat maakt niet uit. Oké, jongens, laten we doorgaan naar het virus. Laten we kijken of we dat virus kunnen eindigen door het hart te slopen. Dan kan het tegengif van... Ja, nee, maar ik moet gewoon daar doen. Hij moet dood. Ik moet gewoon daar doen. Nee, moet lopen doen, hoor. Sneaky. Nee, ik heb niet meer van. U hoort nog van mij. Weet je wat er gaande is hier, man? Wat doe je hier? Ga terug naar je boerendorpje, het is niet veilig. Nee. Wat is hier nou, joh? Ik wil gewoon kerstspullen halen voor mijn boeren en voor mijn beste. Maar ga ik de kerstboom opzetten? Ja, ik wil hier de kerstwinkel doen. Deze man hield meteen. Nee, Martin, niks gaan, Martin. Nee, ik wil gewoon mijn kerstspullen halen voor die kerstboom, ja. Ik ga door, ik moet weg hier. Niks te maken, ja. Je hebt nu mijn... Oh. Niks, heiltje, tegen jij kerstmarkt in kaart. Ik wil helemaal van mij te horen, ja. Dat is prima. Alweer. Jongens, wat doet die Martin hier? De stad is helemaal naar de chaos. Oh mijn god. Wacht, kijk, hier is namelijk die bunker, jongens. Die heeft Rick ooit gemaakt. Ik durf te wedden dat ze hier allemaal eens zitten. Ik ga die deur niet openmaken. Ze moeten dat overleven. Oké, jongens. We gaan nu doorlopen. We gaan nu echt doorlopen. Niks wat mij tegenhoudt. Maakt niet uit wat ik tegen... Dat bijvoorbeeld gaat niet uitmaken. Oké, jongens. Het is echt menens, deze aflevering. Kom dan. Oh, mijn god. Ik moet oppassen. Ik ben wel sterker, merk ik, maar... Het is echt erg. Maakt niet uit wat er gebeurt. Ik schrik me helemaal kapot. Ze zijn met zoveel. Ik merk wel dat ik echt een stuk sterker ben. Hier. Kom dan. Oh, ik heb een bloemetje gesloopt. Nee, ik wil geen bloemetje slopen. Oh, maakt niet uit wat er gebeurt. De stad moet altijd mooi blijven. Let's go, jongens. Er is er weer één. Ik ben het pad nog niet afgelopen. Of er is al gewoon van alles gebeurd. Waarom kan ik jou niet slaan? Oh mijn god, ik kan het zeggen. Waarom kan ik jou niet slaan? Ga ze dood! Jezus, oké. Ik moet echt vaart maken. Want die dingen houden me tegen. Daar is er weer één. Ik ga gewoon doorrennen. Maakt niet uit. Kom maar achter me aan. Ik wil je toch wel laten. We moeten nu zo snel mogelijk naar het kasteel, jongens. Zo snel mogelijk. We zijn hier langs het huis van... Wat is dit? Wie's huis is dit? Volgens mij die van Lotte. Oh, daar is er daar één. Wat doet hij? Oh, hij heeft hem door. Kom dan.
Hier. Oh. Alright jongens, we zijn aangekomen bij het kasteel. Het is echt bizar wat hier allemaal gebeurt. Jullie moeten sowieso even nu de video liken. Dat lijkt me heel leuk om even als support te hebben voor dit. En reageer eventjes. Oh mijn god, hoe jij denkt dat dit gaat eindigen? Want ik heb echt oprecht geen idee. Waar is hij? Hij is hier. Hij is hier. Kom dan. Hier. Oh. Oké, laten we snel doorlopen. Ik weet namelijk dat de ingang in de tuin is. Als ik die ingang open... Of ja, open. Als ik... Ja, ik moet hem openen. Dat was met een... dinges was dat. Piston gewoon. Als ik die dan... Oh, waar kom jij vandaan? Jij komt van boven. Oh mijn god, maar als ik die deur open en daar doorheen loop... Kom ik als het goed is bij het hart van het virus terecht. Hier, sterf maar weer lekker. Hier. Oh, maar deze. Als we die stoppen, dan is het zover. Oké, jongens, de troonzaal. We zijn aangekomen. Ik hoop dat ik hier niet nog veel meer... Ik moet daarheen. Dat is de plek waar ik heen moet. Als ik nou gewoon direct... Oh nee, daar hoopte ik al niet op. Daar hoopte ik al niet op. Oh, jongens. Het is Frank. Het is Frank. Basically de handlanger van Frederik is dit. Waar is Frederik? Waar is Frederik? Frank, ik weet, er zit nog een beetje Frank in jou. Er zit nog een beetje Frank in jou. Wat gaat erom, jongens? Oh mijn god, wat ben je snel. Oh, wat ben je snel. Oh, oh. Nee, dit wil ik niet. Ga weg. Hou op. Ik kan jou redden, Frank. Ik weet dat er nog Frank in je zit. Nou, het klinkt alsof er niet meer veel Frank in hem zit. Oh mijn god, nee, nee, nee. Nee, ga weg. Jongens, ik durf het niet. Ik heb hem nog nooit in actie gezien. Ik heb hem nog nooit in actie gezien. Mag ik? Ah, ga weg, ga weg, ga weg, ga weg, ga weg. Hij praat gewoon. Oh, bij deze vind ik het niet leuk. Oh, nee, 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 nee. Oké, okay. Oh, oh mijn god. Jongens, dit is niet leuk. Dit is niet leuk. Ik moet weg hier, ik moet weg hier. Ah, ik zie niks. Hij is zo snel. Hij is zo snel. Ik moet hem slaan. Waar moet ik slaan? Oké, okay, wacht. Focus. 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 Daar is hij. Focus. 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 Oké. Okay, ik hoef maar een paar keer te slaan. Oh. Oké. Okay, oké. Okay. Waar is hij? Waar is hij? Daar is hij. Hij komt telkens voorbij. Oké, okay, jongens. Hij heeft een soort patroon. Hij rent telkens langs me. Hij rent ook langs me. Ja. Oh. Ik sloeg hem. Ik sloeg hem. Oh. Ik sloeg hem nog een keer. Oh. Oké, okay, jongens. Ik kan dit. Ik kan dit. Oh, dit is zo vervelend. Maar hij heeft een patroon. Ik zag het. Ik heb al twee keer geslagen. Ik denk dat ik maar een paar keer meer hier. Hoppa. Kom dan. Frank, ik weet dat er nog wat in je zit. Maar ik weet niet of je kan redden. Ik weet niet of ik Frank nog kan redden. Ik denk dat dit het einde moet gaan worden van of mij of Frank. Oh, oh mijn god. Het doet ook echt elke keer pijn. Als hij me een paar keer achter elkaar slaat, ben ik ook echt gewoon de klos hier. Oh, daar is hij weer. Oké, jongens. Focus. Ik blijf gewoon stilstaan. Oh, oh, oh. Oh mijn god, die hartjes. Waar is mijn troon? Waar is mijn troon? Waar is mijn troon? Ik moet mijn troon op hier. Bij mijn troon. Ja, kom maar, Frank. Ah, oh. Ik moet oppassen. Frank? Oh, heb ik hem nou... Heb ik hem nou doodgemaakt? Volgens mij heb ik hem doodgemaakt. Oh, voor van alles. Er gebeurt van alles. Is hij dood? Heb ik zojuist Frank vermoord? Het geluid valt stil. Het is ineens heel stil. Er gebeurde van alles. Oh my days, jongens. Wat is hier juist? Oh, ik zie weer. Ik kan weer zien. Ik weet niet of ik me nou goed of slecht moet voelen hierover. Het feit dat Frank dood is. Hij is een stuk kwaadaardig. Hij was helemaal het virus. Het helemaal in zijn hersen, in zijn hart. Oh, my days. Maar hij is wel dood. Het is wel best wel sad. Ik voel me best wel sneu. Frank was natuurlijk de politieagent van echt afleveringen geleden. Oh, my days. Maar er is eigenlijk geen tijd te verliezen. Er is, ik kan het zeggen, er is geen tijd te verliezen. Ik denk dat ik even goed door moet. Ik denk dat ik even goed door moet. Ik moet door, jongens. Frank is dood, helaas. Ook al is het goed, maar het is toch een beetje helaas. Ik hoop dat ik niet dat Bob tegen mijn Bob vermoorden gaat wel helemaal pijn in mijn hart worden. Maar we moeten door. We moeten door. Hier is het ding activeren. Ah, de bliksem. Oh, hij is dicht. Hij was nog open. Oh, maar deze jongens, laten we naar binnen gaan. Laten we naar het hart van het virus gaan. Ik moet zo snel mogelijk gaan. Daar gaan we. Oké, jongens, we zijn er. We zijn bij het hart van het virus aangekomen. Dat was de uitgang. Dat was de rare kamer. En daar is Frederik. Oh, maar deze Frederik bestuurt het. Oké. Jongens, we moeten heel voorzichtig zijn. Er staan twee bewakers. We gaan eerst de bewakers uitschakelen. Hij hoort me toch niet door die bliksem. Komt-ie, komt-ie. Oh, oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh, 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 oh. Oh. Jemig, Frederik. Wat? Het is klaar. Wat doe jij hier? Het is afgelopen. Wat doe ik hier? Ik ben hier om je te stoppen. Het is afgelopen met jou. Hoe kom je hier? Ja, vechten, strijden, doorzetten. Iets wat jij nooit zult doen.
En Frank? Wat is er gebeurd met Frank? Met pijn in mijn hart heb ik Frank moeten vermoorden. Je hebt hem daar op de bewaking zitten. Je hebt zijn hersenen, zijn hart ziek gemaakt. Hoe kan met dat? Met pijn in mijn hart heb ik dit moeten doen. Mijn project. Ja, je project is klaar. Ik ben besmet. Het maakt me allemaal niet meer uit wat er gebeurt. Dan zul jij straks ook naar mij luisteren. Ik zal niet naar jou luisteren, nooit. Want het is klaar. Het gaat hier eindigen, Frederik. Het zal hier eindigen. Het gaat hier niet eindigen. Het is pas net allemaal begonnen. Het is niet allemaal begonnen. Haal het is nu al zover. Frederik, je bent echt... Het is klaar, oké? Luister naar me. Frank is dood. Met pijn in mijn hart heb ik dat moeten doen. Ik weet niet waar Bob is nu, maar Bob gaat nog genezen worden. Tegengif is geactiveerd. Dat is te laat. Dat was te laat. Je hebt het gezien. Ja, ik heb het gezien, maar ik ben hier om dat hart van jou te mollen. Ik ben toch besmet. Het maakt me allemaal niet uit. Het gaat je niet lukken. Na te denken. Ja, je kan denken wat je wil, maar je zit in een hoek ingedreven, Frederik. Het is klaar. Nee, dat is niet waar. Het is hier gewoon open. Geen hoek. Dat snap je zelf ook wel. Dat snap ik ook wel. Ik heb een idee. Ik heb het. Wat is jouw idee? Ik weet dat het misschien veel is, maar kom aan mijn kant. Join mij. En samen zullen we dan heersen, in plaats van ik alleen. Je snapt het niet, hè? Je snapt het niet. Ik ga jou nooit helpen. Ik zal nooit aan jouw kant staan, Frederik. We zullen sterker dan ooit samen zijn. Nee. Ik zal alleen heersen. Zonder jou zal ik weer heersen over deze stad. Nee, het is mijn stad. Nooit. Ik heb hem gebouwd. Weet je, laat ook maar zitten. Je bent het niet eens waardig om aan mijn kant te vechten. Niet waardig? Ik ben niet waardig om aan jouw kant te staan? Zeker niet. Ik zou eens laten zien hoe waardig ik ben. Er is geen kans dat je dit gaat overleven. Misschien wel. Er is echt geen... Nee, geen mogelijkheid. Ik heb daar Fiona gevraagd. Die zet de kansberekening gedaan. 0,0000. Gewoon, klaar. Ook voor jou. Wie weet is de kans een keer aan onze kant. Ik wil het doen voor jou, voor mij en voor iedereen die mij heeft geholpen en gesteund. Fred, nee. Niet naar die hendel toe. Fred, blijf staan. Dat was mijn allerbeste vriend, maar... Fred.
Die arme Fred, hier rust hij. Ah. Jongens, we zijn een dag verder in het leven. De stad ziet er weer mooi uit. Justin, dankjewel dat je even bent gekomen bij het rustplekje van Fred. Ik bedoel, hij heeft zichzelf letterlijk opgeofferd, zodat de stad beter is. Hij heeft zich opgeofferd zodat wij hier een goed en normaal leven kunnen leiden. Zoals je kan zien, de kerk hierboven. Het ziet er allemaal weer uit zoals het was. De stad zelf. Het is gewoon... Er zijn nog wel hier en daar blaadjes en zo. En het moet allemaal nog even opgeruimd worden. De beacon staat nog aan van Bob. Ik heb Bob ook nog niet gezien sinds dat het genezen is en zo, weet je. Ik ben heel blij dat de stad er goed uitziet. Frederik is dood. Maar helaas heeft onze Fred zichzelf ook opgeofferd voor ons. Wat vind je ervan? Had jij Justin, had jij goed contact met Fred? Fred was altijd lief. Ja, wil je nog een soort speech voor hem houden? Lieve Fred, ik ga je missen. Ja, ik kan het niet aan. Ah, die arme Justin, die kan het niet aan, die gaat er vandoor. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze spannende video. We hebben hier Fred die zich heeft opgeofferd. Ik wil nu allemaal, ben je tot dit punt in de video gekomen? Laat dan even een groen hartje in de reacties achter met het allerliefst verhaaltje voor Fred ooit. Ik wil gewoon echt een betoog over Fred van jou wil ik hebben in de reacties. Nee, maar Fred, dankjewel voor je, ja, je offer. Hij rust hier. We gaan je laten rusten voor altijd. Het is gewoon zo zielig allemaal. We zullen hier voor altijd laten liggen, Fred. Echt waar. Iedereen komt hier maandelijks heen of wekelijks of dagelijks om een beetje respect voor jou te tonen. Maar dankjewel. Wie is er dood? Fred?